Kees-Jan, wat is er 21 maart jongstleden gebeurd? Nou, toen hebben we dus voor het eerst in mijn loopbaan een aanvaring veroorzaakt. Zonder, buiten onze schuld om. Maar ja, goed, je mag natuurlijk net als op de weg niet achter op een ander schip varen. Want dan zit je toch fout. Waar is het gebeurd? In de Beatrixsluis in Vreeswijk. En wat is er gebeurd? Nou, wij waren geladen onderweg. En we worden bij het Zuidersluisje, dat is bij Jutphaas, worden we opgelopen door een flinke tanker van plusminus 7.500 ton. Die was leeg, dus die vaart me voorbij. Dus die gaat ook als eerste dat voorkanaal in. Dus op een gegeven moment, ik vaart er zelf, zeg maar, 10 minuten later of 5 minuten later achteraan. En ik zet hem op het kanaal 20 van de sluis. En ze waren aan het indelen. Maar er lag een kraanschip, dat lag al te wachten voor de sluis. En dan kon die tanker, die kon daarachter. Want die tanker was 135 meter lang en 17 of 17,5 meter breed. Dus er kon ook niks meer tussen, zeg maar. Dus dat kraanschip moest er dus zogezegd eerst in en dan die tanken erachter. Dus die schutting was zogezegd vol. Toen zegt die schipper van de kraanschip, hij zegt tegen de sluismeester, kunnen we het niet omdraaien? Want hij zegt, ik moet hier in de vooravond aan het werk. Dat die tanken er eerst in gaat en ik erachter. Hij zegt, dan kan die weg ook en dan hoeft hij niet op mij te wachten. Nou, hij zegt, moet even vragen, dus even overleg met de schipper van die tanker en die vond dat prima. Dus die ging dan als eerste die sluis in. En toen meldde ik mijn eigen. Nou, hij zei, dan kan hij nog als nummer 3 mee op de tweede lengte achter die tanker, naast het kraanschip. Nou, ik zeg, oké. Okay. Wat is zelfs toch ook nog wel aardig wat ruimte over, want soms is het in sluizen dat je tot de laatste meter word je helemaal volgeperst. Maar in dit geval hadden we toch nog wel een 25 meter over, zeg maar. Maar ik heb dat fenomeen nou meer meegemaakt daar ook. En dat is altijd van binnen naar buiten. En dat heeft gewoon te maken met zuiging van het Amsterdam-Rijnkanaal. En niet een klein beetje. En dus op een gegeven moment de sluis gaat open. Twee schepen komen eruit. En die tanker gaat erin. Maar dat duurt natuurlijk even, want die is vrij qua afmetingen. Dus die kan niet meer gangetje die sluis in. Dus goed, op een gegeven moment. Ik kom er ook achter, ik zie dat, ik drijf daar, er gebeurt helemaal niks. Dus toen zat hij er ongeveer in. Toen ging dat kraanschip, dat ging er achteraan. Dus ja, goed, ik ook weer. Nou, dat ging allemaal prima. En op een gegeven moment zit ik met mijn voorschip onder de deur. Dus ik moest zachtjes aan naar voren om het touw vast te zetten. Dus ik ben zo'n beetje halverwege naar voren aan het lopen. En ineens ga mijn kop met een rotgang naar stuurboord. Dus ik geef mijn vrouw een seintje dat ze de kop zo even aanzet. Dus toen kwam, duurde wel lang, maar het schip kwam wel terug. Tegen de muur aan. Want ik denk, ik moet zien dat ik het touwtje vast heb natuurlijk. Dus op een gegeven moment, ik zet een touw vast. En ik wou een paar slagen rond de bolder doen. En het ging steeds harder en nog eens harder. Dus ik beduid aan mijn vrouw dat ze vol en achteruit moet draaien. Maar er was schijnbaar geen kruid in gewassen. Ik dorst er ook geen steek op te zetten, want dan ben ik of mijn vingers kwijt of ik kreeg touw op mijn oren. Dus op een gegeven moment heb ik nog geprobeerd om een bike te stoppen. Maar ja, dus ja, toen was er maar één optie. En dat is dat ik dus met mijn eigen voorschip in het achterschip van die tanker ben gelopen. Ja, toen veerde die terug. En toen heb ik mijn touw nog gauw doorgehaald, maar toen lieten ze de deur al zakken. Dus ik zei tegen mevrouw, nou weer vooruit draaien, want anders heb ik straks die sluis er ook nog op het roefdek zitten. Dus goed, toen lagen we dus vast. En ik zag dus wel dat die tanker dus in zijn achterschip een deuk had. Dus ik durfde bijna niet met mijn eigen te kijken, maar goed, dat heb ik toch gedaan. Maar ja, er was een hoop verf af, dus ik krijg een beetje een grillig gezicht. Maar later bleek dus dat we gewoon totaal geen schade hadden. Alleen de verf eraf. Toen zijn we, toen we geschud hebben, zijn we buiten in de voorhuiven, zijn we allebei achter elkaar gaan liggen. En toen hebben we de schade geregeld, zeg maar. Maar toen mochten we nog niet weg, want toen moest de Rijkswaterstaat nog komen voor een verklaring af te nemen.
Nou, dat duurde goed half uur. En toen gingen ze eerst in die tanker toe. Toen zegt die man van Rijkswaterstaat, dan kom ik daarna, kom ik naar u. Nou, ik zei, is goed, dan wacht ik. Dus ik nog een keer voor de zekerheid gekeken. Nou, ik had dus gewoon totaal geen schade. Terwijl hij dus een deuk had. En het was gekomen, ik was precies met mijn Steven bij hem tussen twee spanten gelopen. Dus ja, had het andersom geweest, dat het nou bij ons de kop wel achterover gelegen, denk ik. Dus toen kwam, toen voer hij weg. En toen kwam Rijkswaterstaat, die kwam bij ons een verklaring opnemen van, ja, hoe wat gebeurd was. En wie had, wat dat ik dacht dat de schade was, of de oorzaak. Nou ja, goed, ik zeg volgens mij, want ik had al meer meegemaakt en dan ging het ook maar ter nauwe nood goed. Ik zeg, dat is gewoon zuiging vanuit Knal. En dat voorkanaal, dat is zeg maar nog 1,5 kilometer. Nou, en dan vaar je erin. En dan gebeurt er niks. En dan ineens vlieg je met een gang vlieg je vooruit. Nou ja, als het goed afloopt, kan ik hem nog houden. Maar nu kon ik hem dus met volle achteruit draaien en een touw was, kon ik hem gewoon niet houden. Dus het was zeer extreem. Dus ik gooi het zelf op dat er op dat moment twee grote schepen langs dat kanaal gevaren zijn. Maar ja, dat kan je nooit bewijzen wie dat geweest is. Dus goed, de verklaring was opgenomen. Toen hebben we er nog 1,5 uur gelegen, want toen zeiden ze van de Rijkswaterstaat, nu we er toch zijn, gaan we ook nog even een controle doen. Toen vroeg hij tijdens die controle nog van, waar gaat u vanavond naartoe? Toen heb ik gezegd, nou als het nog lang duurt, dan blijf ik hier vanavond liggen.